In het centrum van Den Haag, op de plaats, op de locatie waar vroeger het bekende café-restaurant Juliana zat, wordt deze week een nieuwe zaak geopend met een vrijwel geheel vernieuwd interieur. Nou, we hebben eigenlijk wel van A tot Z alles verbouwd. Misschien alleen de Z niet. De trap is de trap gebleven, omdat we dat eigenlijk... Ja, we vonden het een mooie trap. Dus karakteristiek in het pand. Verder is eigenlijk de keukenplek is hetzelfde gebleven, maar we hebben helemaal opengebroken. We hebben eigenlijk alle bedrading, vloeren, toiletten, we hebben eigenlijk alles opnieuw gedaan. Dus het is echt wel een hele nieuwe zaak. Nou, de bank is inderdaad op dezelfde plek gebleven, alleen een andere bank. De bar is op zich ook op dezelfde plek gebleven, daar is eigenlijk vroeger altijd wel goed over nagedacht. Alleen een hele andere bar, een andere bank, andere toiletten. Maar alles wel toch min of meer op dezelfde plek, omdat dat werkte gewoon goed. En de nieuwe zaak heeft ook een nieuwe naam. Want wat vroeger café-restaurant Juliana's heette, heet tegenwoordig Jamie Bennett Kitchen & Bar. We waren aan het zoeken naar een naam. Zijn we op een gegeven moment gaan surfen op het net. Een stukje geschiedenis op de plaats. Toen kwamen we tegen een artikel dat vroeger in dit pand de kabouterbar heeft gezeten. En dat was een plek waar spionnen samenkwamen. Er waren aan de achterkant meerdere uitgangen, dus kwam er iemand binnen die ze liever niet wilde zien. Dan vluchtten ze via de achteruitgang naar buiten. Toen kwamen we ook een stukje tegen dat hier ooit ook eens een Jamie Bennett als spion is geweest. Die werkte voor de Britse overheid als als spion, omdat we eigenlijk ook een beetje de look en feel als Engels, Londens, het klassieke met toch ook wel een moderne twist eraan, wilden gaan doorvoeren, hadden we eigenlijk zoiets van, hey, Jamie Bennett, spion, kabouterbar, internationale naam. Ja, dat viel samen, dus zodoende hebben we Jamie Bennett genoemd. Nou, we wilden in ieder geval het klassieke er terug in laten komen. De bar vertegenwoordigt dat ook erg, dus, ja, toch een beetje Londen-staal, maar wel het klassieke, ja, met een modern jasje. We vonden echt het industriële wat je veel ziet, vinden we ook mooi, maar dat wilden we, wilden net iets anders doen. Daarom hebben we toch een beetje meer voor deze stijl gekozen en dat is eigenlijk in samenwerking gegaan met de architect van Heineken. Het laatste stukje ook Miranda Lanting, die heeft geholpen met lampje hier, lampje daar, kleuren bepalen. Dus eigenlijk hebben we met z'n drieën zo naar dit resultaat toegewerkt. We proberen een eigentijds huiskamer neer te zetten. Hè, dus eigenlijk van jong tot oud. Hè, of je dan met de kinderwagen komt met kinderen, maar ook een leuk stelletje. De twee verdieners in de stad, eigenlijk een zaak echt. Hè, met z'n tweeën met een gezin. Hè, iedereen is hier welkom. We hebben een... Probeer een huiskamer neer te zetten met een eigentijdse sfeer. Dus een huiskamer anno nu. Leuke zitjes bij de open haard. De bank is dan weliswaar gebleven. Antosol is gebleven. Maar nou, iedereen is hier welkom eigenlijk. Voor wie? Nou, eigenlijk voor iedereen. We noemen het ook de huiskamer van Den Haag. Het is zowel voor de moeder die hier met de kinderen komt of zonder kinderen. Het is voor de expat. Het is voor iedereen een plek waar je lekker plaats kan nemen, buiten, binnen, een kopje koffie, wat luxe diner, een gin tonic, een cocktail, een mooi glas wijn, een appelgebakje. Ja, we eigenlijk voor ieder hebben wat te bieden. En dat moet ook, want we zitten midden in het hartjescentrum, we hebben veel toeristen, veel expats. Ja, je zit eigenlijk op best wel een bruisend deel van Den Haag waar iedereen voorbij loopt. Men kan hier een kop koffie drinken, zoals met een croissant of met een klein breakfast. Hey, je bent hier welkom voor een uitgebreide lunch. Beneden het restaurant zijn 60 zitplaatsen. Hetzelfde eigenlijk ook, lunch, borrel, diner. En boven een entresol met 36 zitplaatsen. Ook weer informeel, gewoon wil je daar gaan zitten met een krant en een kop koffie kan dat. Je kan er wat lunchen, je kan er borrelen eventueel met kleine gezelschappen. En je kan er ook dineren. Ja, we hebben echt een prachtig terras. Buiten is heel belangrijk. Tegenwoordig wil de gast veel meer buiten zitten dan vroeger. Buiten mag er gerookt worden, binnen niet. Dat scheelt. Ja, we hebben hier
vind ik echt een uniek terras. Je hebt uitzicht over de Hofvijver en de nieuwe ontstaande Haagse skyline. Eigenlijk een uniek plein in het centrum. Je zit hier 's avonds met uitzicht op de oude binnenstadspanden. Het is eigenlijk net of je op vakantie bent. Ja, het is echt een hele bijzondere plek. We hebben een groot terras, we hebben een aantal leuke zitplaatsen, we hebben wat grotere tafels voor grotere gezinnen, grotere gezelschapjes, ook genoeg voldoende kleine tafeltjes voor kleinere gezelschapjes. Een up-to-date lunchkaart met wat buiten de gewone broodjes, ook zeer zeker wat gerechten om de onderkant van de zakenwereld aan te spreken. Nou, wat buiten de broodjes. Allereerst werken we met het brood van Menno. Dat is een zeer ambachtelijk brood. Dan hebben we het landbrood, we hebben meer granenbrood. En ook kunnen ze kiezen uit speldbrood. Naast de gewone broodjes maken we ook wat diverse salades. Mooie salade met mooie tonijn. Een klassieke misschien, de ex-Hemingway. Dus mooie toast met wat spinazie, zalm en een gepocheerd ei. Maar ook werken we met diverse gerechten uit onze houtskooloven. Een mooi stukje bavette en een mooie dorade uit de oven. Een aantal goede open wijnen per glas, dus men kan een goed glas wijn drinken. En een goede service zoals we ons gewend waren. Een heel groot deel van de nieuwe doelgroep die we eerst niet hadden. Die vinden het er fantastisch uitzien, die vinden de kaart, spreekt ze aan. En daar wordt ook een beetje voor gedaan, om eigenlijk oud en nieuw bij elkaar te krijgen. De reacties zijn erg enthousiast. Iedereen zegt van, jullie waren wel lang dicht, maar het is het wachten meer dan waard. Vinden het heel erg, sommigen waren echt bang om die hier kwamen, onze vaste gasten, dat ze de sfeer niet meer zouden proeven die we eerst hadden. Maar dat valt reuze mee, het zit nog steeds dezelfde sfeer. En we hebben gelukkig ook een groot aantal vaste mensen van onze oude ploeg meegenomen, dus dat geeft ook een warm gevoel voor de gasten. En als we beneden naast de nieuwe verbouwde open keuken lopen, staat ook nog steeds onze chef Kokter. Dus ja, dat geeft je een goed gevoel, denk ik. Jamie Bennett, op de plaats waar vroeger Juliana zat, wordt donderdagmiddag 19 mei officieel geopend.